Oké. Goedemorgen. Ik ben net wakker geworden. We zitten in een Ibis hotel. Het is 4:00 nachts. En we moeten om 9:00 vliegen. Het vliegveld is 5 minuten hier vandaan, maar alsnog. You never know, is Schiphol. We gaan op een birthday trip, want ik ben alweer bijna 20, wat nog steeds niet zo voelt. Moet ik heel eerlijk zeggen, dit jaar is zo snel gegaan. Maar we gaan op een birthday trip naar Tenerife. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ga me klaarmaken. Ik zie er best goed uit voor iemand die maar een paar uur heeft geslapen. Don't you think? Okay, dit is mijn airport fit. Ik heb gewoon mijn juicy pak aan. Want die is heel comfortabel. Knot in, want ik wist niet wat ik met mijn haar moest. En nu gaat het deze tijd al een beetje blijven zitten. Goed, is nu wel oké. Maar als je hier zonder make-up. Daar kan ik het voorstellen. Het is echt een horror. Het licht is gewoon erger dan pashoekjes in H&M. We gingen onderweg, het was nog hartstikke koud. De shuttlebus bracht ons direct naar de ingang, dus dat was heel handig. We hebben daar lekkere broodjes gehad, het was echt heerlijk, die croissants. En dat broodje met mozzarella, oh, zo heerlijk. Ik wil die echt elke dag kunnen eten. Toen gingen we naar onze gate. We waren echt best wel vroeg al binnen, want de rij naar de douane was denk ik echt maar 20 tot 30 minuten of zo. En we waren er echt zo doorheen. Dus we hebben nog lekker kunnen shoppen en de zonsopgang kunnen zien. En toen gingen we het vliegtuig in waar de vleugels. Hoe heet het nou? Hoe heet die? Nou, ik weet het echt niet. Heet het gewoon vleugels? Ik weet het niet. Maar die werden ondergespreid door deze chemische spul. En het zag er wel heel magisch uit, maar ik weet zeker dat het... Dat het erg vervuilend is. Toen zaten we 4,5 uur in het vliegtuig. Best wel lang, maar als je er uiteindelijk bent, dan is het sowieso wel waard. De taxichauffeur was zo aardig. Hij kwam uit Oekraïne met zijn gezin. En nou, hij was gewoon echt heel erg lief. En toen waren we er. En het was zo mooi. Oh my god, ik vond de beplanting al zo mooi. Het leek zo netjes. Oké, we zijn er in het appartement. Hier heb je de slaapkamer. Die echt wel ruim is. De badkamer. Echt netjes allemaal. Douche. Woonkamer. Met keuken. En uitzicht op het zwembad. En de badzee. Ik heb me omgekleed. Ik heb mijn jurkje aangedaan. En het hoort Pamela Anderson nog 5's te geven. Als het goed is. Met de bun. Ik denk het cute. Ik was eerst echt een tijd obsessief met deze knop, maar vandaag werkt het gewoon niet mee of zo. Ik weet niet. Maar ja, ik ben nog steeds knap. En ik moet even nagels halen, want ik ben mijn teennagels vergeten. We gaan nu naar de supermarkt. Sowieso even water halen en wat necessities. Trouwens, hebben jullie mijn nagels al gezien? Ik heb nepnagels op, maar ze lijken echt heel erg mooi. Ze zijn nogal saai. Ik heb nog diamantjes mee voor als ik op mijn verjaardag leuker wil, maar... They are pretty. Ze zijn gewoon van Kiss uit de eten. Oké, dus we zijn net in het stadje geweest. En het is hier zo toeristisch. Het is hier zo toeristisch, maar... Eigenlijk, what does it matter? Ze hadden echt heel veel nep dingen. En... Dat verbaast me wel, want meestal houdt het wel verborgen, maar hier hebben ze gewoon fully on display. We gaan even borrelen. We hebben even gechilled. Ik heb een Instagram post gedaan en... Nu gaan we eten en
dit is mijn Louis jeans aan. Deze heb ik ooit bij de Bershka gekocht. Ik vind het wel interessant dat je mijn BH kan zien, maar ja. Spijkerjas, want het is best wel koud. En of course mijn denim Louis Vuitton. Matcht allemaal net niet, maar ik vind het wel leuk. Louis chain. Baby vet. Witte zonnebril, ook al is die weer nodig. I think it's cute, I like it. Ik heb de overbeelding afgedaan, want ik vond ze iets te extra. Dat was een grapje. Ik heb nu juist extra bamboes erbij gedaan. Om het nog meer ketosis te maken. Ik had echt niet kiezen. Heerlijke pizza en lasagne gedeeld. En toen zijn we naar het strand gelopen. En onderweg naar het strand. Oké, jongens, we kwamen deze winkel tegen. En hij was zo groot en vol met alleen maar nepmerkdingen. En vooral nepmerktassen. En het was zo entertaining, ik weet niet. Ik heb het gewoon nog nooit gezien. Want normaal mag het gewoon niet. En hier heb je het gewoon overal. En het was gewoon... Ik moest het jullie gewoon laten zien. Ik vond deze nog best leuk met de glitters. Maar ik vond ze eigenlijk iets te saai. Omdat ik ze al in meerdere winkels had gezien ook. Deze Louis Vuitton portemonnee vond ik nog best leuk. Alleen zag er gewoon slecht uit. En ja, de prijzen vielen allemaal echt heel erg mee. En het was wel entertaining om te zien. Dus zijn we doorgelopen naar het strand. En daar was het echt heel erg rustig. We zitten nu te ontbijten en het is zo heet, helemaal verbaasd. Ik had het echt niet verwacht. Heerlijk. Goedemorgen, het is de volgende dag en hoe laat is het? 11 uur alweer. Ik was zo onzeker gisteren over mijn huid, over mijn buik. Ik weet niet wat het was. Het was ook al, we waren in het Ibis Hotel en dat licht. Die spiegel was zo erg en mijn huid was al slecht aan het doen, opeens. Begin deze week was mijn huid echt perfect en dacht ik van yes, ik hoef nauwelijks make-up te dragen op vakantie. Nu, echt de dag voordat we weggingen, kreeg ik overal gekke huidsten, plekjes. Gewoon al in mijn nek zit het. En het valt helemaal niet zo op als ik gewoon een afstandje neem en ik heb nu make-up op, maar het is best wel erg. En ik weet dat ik er niet zoveel over na moet denken, want niemand gaat erop letten, alleen ik let er heel erg op. En het irriteert me gewoon heel erg en mijn haar werkt ook niet echt per se mee, het is een beetje droog. Maar ja, ik voel me nu wel mooi en het gaat ook wel weer beter, het irriteert me gewoon ook heel erg. Dit is mijn outfit voor de pool right now. Ik doe er nog even mijn oorbellen bij in, denk ik, voor de tropische look. Misschien is het iets too much, maar... Ik heb ook een kree. Ik kan gewoon nog geen moment geloven dat ik morgen 20 ben. Echt niet. Zo raar. Echt, ik voel me alsof mijn 18e verjaardagsvideo echt gewoon een paar weken geleden was. Het is echt niet normaal. Dit is mijn outfit dus. Ik wou dit sjaaltje. Eigenlijk was dit... Oh, dat is irritant. Ik ga even naar de spiegel. Ik wou dit sjaaltje eigenlijk omdoen met de matchende bikini. Maar ik dacht van, misschien is het iets too much of zo. Ik dacht, ik doe het met de zwarte. Want ik heb deze zwarte in Italië dus een keer gedragen. En ik voelde me daar zo mooi in. Echt niet normaal. Dus ik dacht, weet je, ik doe deze weer eens aan. Met dit sjaaltje dus. Van Born in Chaos. Die had ik toen gekregen. Alleen, dit broekje die is wel echt mini. Ik ben echt bang dat het gewoon eruit vliegt. En die bandjes die draaien steeds. Maar maakt niet uit. Ik moet me even confident voelen. Ik heb me klaargemaakt en ik heb mijn birthday pictures, als het goed is, look aan. En ik hoop dat het gaat werken. Jurk van Parijs. Ja, ik sta tussen de bedden. En ik heb hem eigenlijk nog nooit gedragen en daar ook niet. Dus ik ga hem nu dragen.
En deze ga ik er niet bij dragen, maar gewoon niet op de foto's, maar gewoon als dat. I think it's pretty. Ik heb niet het gevoel dat dit helemaal mij is, maar het is wel heel erg mooi. Ja, eigenlijk ook al met de camera birthday foto's gaan maken thuis. Maar het is niet meer van gekomen, want ik wist gewoon allemaal niet wat ik aan moest. En ik wou het in de studio doen en ik denk er weer veel te veel over na. Maar nu gaat het gewoon op vakantie zijn en ik hoop dat ze wel een beetje leuk worden. Doe ik er trouwens ook nog bij, want dat is gewoon mijn favoriet. We hebben eten van Southern Fried Chicken SFC. Ik ben benieuwd. 2 pieces of chicken. Klonk heel weinig, maar kijk. It's huge. So we're gonna eat. Andere outfit aan, want we gaan nog even naar buiten. Deze heb ik nieuw trouwens. Ik moet mijn make-up nog even refreshen, want het is echt niet zo. Oké, I just showered. It's my birthday. Het is 2 uur. En goedemorgen, het is mijn birthday en ik ga me klaarmaken. Dat is echt alles wat ik te zeggen heb. Ik heb mijn birthday dress on voor breakfast. Deze heb ik trouwens gisteren gekocht. Ik vind hem nu al leuk. We zijn weer in de kamer, we hebben lekker gesponnen. Ik ga even douchen, ik ga mijn haar wassen. En dan doe ik mijn Dior bikini aan. Dat is mijn favorite, dus die moet ik dragen op mijn verjaardag. Ik heb een zilver shampoo ingedaan, maar deze zilver shampoo. Als het niet paars is, dan werkt het gewoon niet. De haar gaat gelig blijven, maar het valt wel mee, het valt wel mee. Het is niet extreem geel. Oké, ik ga even deze mes van haar fixen. Oh my god. Deze heb ik gekregen, dit is echt mijn favorite perfume. Dit doe ik aan. Deze twee matchen dus hartstikke leuk bij elkaar, dacht ik. Ik heb het nog net aangeprobeerd, maar ik denk van wel. Mijn Dior bikini en ik denk mijn nieuwe bril. Of mijn Dior bril, ik pak hem even.
Die is er ook altijd wel goed bij. Hierna had ik niet goed meer mijn outfit gefilmd. Want ik had een Get Ready With Me gedaan op TikTok. En daar had ik helemaal op gefocust. En we hadden zoveel haast. Het is me nog maar net gelukt om klaar te kunnen zijn. Ook al vond ik mijn make-up niet zo goed geslagen. Maar het maakt niet uit. Want we konden gewoon chillen op de beach. Dit was ik bij de beach club. I really like this outfit. Ik vind het echt geweldig. Met de bikini, de waist chain en de zonnebril, de oorbellen. Deze enge man kwam trouwens nog bij mij op de foto. Ik dacht echt, sir, give me my space. We hadden een bandje gekregen en daarmee konden we eten bestellen. Het was echt goed eten. En het bedje was goed. De muziek was alleen iets te luid. Ik hou niet van te luide muziek, maar het is oké. Je went er wel aan en het was gewoon, de view was amazing. Ik heb pizza gehad met de margarita en het was echt de beste pizza ooit gelezen. En nu gaan jullie gewoon genieten van de sfeerbeelden van het strand. Ik kon niet vloggen hier, want de muziek was dus heel luid en dat mag niet op YouTube. Oké, we hebben een dag op het strand gehad en ik was net zo moe. Ik kon me niet eens meer klaarmaken. Het is nu bijna 10 uur en we moeten nog het eten. Ik heb nog steeds geen honger eigenlijk. We hebben echt op het strand pizza gehad en we konden heel veel eten bestellen, maar ik heb gewoon steeds geen honger. Maar dit heb ik aan. Is mijn green dress met mijn Steve Madden's. Topje eronder, want ik weet echt even niet meer wat ik aan moest. Ik had dus ook mijn zilveren jurk. Die ik eigenlijk wel als birthday jurk wou, maar ik vond het een beetje fout. En ik had er gewoon geen zin in. But yeah, that's what I look like. Ik ben niet helemaal convinced. But I still look pretty dope. Alleen ik zie er echt moe uit, omdat ik dat ook ben. En ja, ja. Gestrest, we gaan onderweg, want ik wou nog een laatste keer zwemmen, maar toen hadden we echt nog maar een kwartier totdat de taxi kwam en nu is alles ingepakt. Hij is gelukkig ook te laat. Hoe zie ik eruit? Ik moet eigenlijk nog even mijn haar doen. Mijn make-up zit echt lelijk. Oh my god, ik heb gewoon nog hele vallen. We zijn weer aangekomen in Nederland. De vlucht was vertraagd, maar het was prima. En toen gingen we weer naar huis. We hebben nog McDonald's gegeten onderweg. En dat was de video. Dit was echt, denk ik, de beste verjaardag die ik ooit heb gehad. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ik ga eerlijk gezegd, ik ga het vloggen nu wel weer missen. Ik vond het heel leuk om te doen. En I love you guys. Bye. See you in the next video.